In Utrecht zien de winkelstraten er allemaal een beetje hetzelfde uit. Grote winkelketens worden afgewisseld met hier en daar een klassiek oud winkeltje. Maar deze hebben wel vaak een bijzondere voorgevel. Zo heeft de schoenmaker aan de Steenweg nog een pui uit 1861. En dat zo'n oud puitje hier nu nog steeds is, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Marieke Lemferink doet onderzoek naar oude winkelpuien in Utrecht. En deze pui is haar favoriet. Er zijn nog genoeg mooie winkelpuien in Utrecht. Ik heb er onderzoek naar gedaan en er zijn her en der nog genoeg te zien. Maar in de Steenweg is bijvoorbeeld al heel veel verloren gegaan. En dan is toch zo'n oud puitje toch wel heel bijzonder. Want zo vind je ze niet meer in de Steenweg. En dat heeft twee redenen. Concurrentie natuurlijk. In de loop van de decennia, je moest opvallen. Je moest zorgen dat je je winkel verkocht. Laat me zeggen, laat zien dat je er bent. En natuurlijk steeds wisselende eigenaren. Iedere eigenaar heeft een ander idee over hoe hij zijn pui wil. Of hoe hij denkt, nou zo kan ik mijn producten het beste aanbieden. Toch merkt niet iedereen dat de winkelpui van de schoenhersteller uniek is. De eigenaar van de zaak, die heeft het wel opgemerkt. Jawel, ja hoor. Ja, dat is een mooi pui. Ja. Een mooi puitje. Maar nu staat de winkel in de Steenstraat toch in de stijgers. Dat komt omdat het opgeknapt wordt. En omdat de pui kapot is gereden. Nou, er rijden steeds vrachtwagens. Die maken zo'n bocht dan. En dan gaan ze achteruit. En dan rijden ze soms wel eens tegen de pui aan. En daardoor is het kapot. Het pand wordt nu dus opgeknapt. En dat is alles wat ermee gedaan wordt. Want verbouwen, dat is al anderhalve eeuw niet gebeurd. De winkelpui is niet veranderd ten opzichte van die bouwtekening uit 1861. Ja, in volle glorie is hij nog, alleen staat hij helaas nu in de stijgers.